En dan nu een herhaling van de documentaire die we gistermorgen uitzonden. Het is een co-productie van de NOS en de National Film Board of Canada over de bevrijding van Nederland. ...30.000 geallieerde parachutisten worden gedropt ver achter de vijandelijke linies, dicht bij de Nederlands-Duitse grens. Deze operatie onder de codenaam Market Garden was een poging om snel een einde te maken aan de oorlog. De lichtgewapende parachutisten zijn geen partij voor tanks en artillerie. De slag om Arnhem is een verloren zaak. Deze filmbeelden, gemaakt door onbekende cameramensen, tonen een indrukwekkend beeld van de realiteit van de oorlog. All the experiences of the war, the sounds of the war, the radio programs, the movies that we were seeing in those days, had left a real mark on me because I was a teenager. So here was an opportunity to go back into this material, which I had we'd totally forgotten about it. Filmmaker Donald Britton monteerde kilometers film om een serie documentaires te maken over de Canadezen in de oorlog. I mean, I'd come out of a day looking at old newsreel footage and listening to old radio shows and reading old newspapers. And I had to shake myself to realize I was now in the 1960s and I wasn't back there at that time. So it had a sort of permeated your experience. And for a year and a half, I sort of refought the war through the material other people had gathered. When we were in the field, and I should emphasize that there was just one war artist in a division, you see, a division being 15,000 men. But I had a pump tent, for instance. The winter was, you know, quite long, and that North Germany, Holland area is fairly severe climate. So that what you could do in the field was clearly limited. Alex Colville, destijds tekenaar van oorlogstaferelen, nu een beroemd Canadees schilder. Watercolors from little rough drawings, and I'd forgotten whether in Brussels or somewhere, I'd bought a reducing glass, which allowed me, sitting in this very small pop tent, to look at what I was doing and see it as if I were 20 feet away, if you see what I mean, you know. Colville's aquarellen geven een scherp beeld van de oorlogstijd. Landschappen die zowel op schilders als op filmers een onwezenlijke indruk maakten. I know that when they had a chance to get in, when the cameraman had a chance to get in there, they went in with the first waves, and they went in without not carrying a gun. So you were a little defenseless. Some of them talked to me about that. They were certainly as courageous as the men who were fighting the war, and they didn't even have anything to defend themselves with. And thanks to them, there is an enormous record of this very terrible period of history. Records of war are interesting, perhaps most to the people who were in it, you know. If I would be with an infantry company somewhere and making drawings, you know, the people, the guys in the company were always extremely interested in what I was doing. And of course, the reason for this is, you know, this the constant consciousness that they're likely to be killed. The first time that the shock of what the war really meant came at the end, and again through the media, through the movies, when we saw the first motion picture newsreel footage from Bergen-Belsen
concentration camp, the liberation of the camp. And this really shook everybody up enormously because we didn't really understand the horror of Europe, despite the fact we were in the war for 6 years. Being a war artist was something like, the parallel I would make would be for a novelist for a time to have been, let us say, a police reporter or something like that. You know, doing factual reporting of something essentially physical, sordid in a way, and concrete. Documentary filmmaking is closer to poetry than it is to journalism. And we condense and we try to make people laugh or cry. When you're dealing with war footage, it does it by itself. So we are providing, I think, the emotional overtones to history rather than listing the dates. Op 10 mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. Op strategische punten in de kustgebieden werden Duitse parachutisten afgeworpen. Het hart van Rotterdam werd verwoest door een aanval zonder voorafgaande waarschuwing. Andere steden werden met hetzelfde lot bedreigd. Het Nederlandse leger was verre de mindere van de Duitse aanvallers. De triomfantelijke intocht van het Duitse leger in Amsterdam. Nederland aanvaarde met een zekere gelatenheid de eerste gevolgen van de bezetting. Daaronder de benoeming van de Oostenrijker Zeiss Inquart als Rijkscommissaris. Vooral omdat deze zich aanvankelijk scheen te houden aan de wetten van het internationaal geldend oorlogsrecht. Een verslagen bevolking begon de bittere smaak van de onvrijheid gewaar te worden. En niemand wist wat er nog zou komen. De Davidster diende aanvankelijk om Joden te onderscheiden van andere mensen. Al gauw werd het een symbool van de dood. I remember staying in a hotel in Amsterdam soon after the war ended. And it was near the railroad station on a corner. And I remember it had bullet scars. And Dutch people told me that the Germans had executed several young people against that wall, you know, just stood them up and machine gunned them. Well, the whole thing was, of course, there were many sordid and nightmarish features to that occupation. Naarmate het verzet toenam, werden de Duitse maatregelen vreder. Kreimta Konis sloot zich in 1943 bij het verzet aan. Met een verborgen camera fotografeerde hij het oorlogsleven in Amsterdam. Officieel was zijn vak commercieel fotograaf. Ondergrondse kranten en affiches onthulden de wrede waarheden van het naziregime. In september 1944 gaven de Nederlandse spoorwegarbeiders gehoor aan een oproep van de regering in ballingschap tot een spoorwegstaking. Een staking die de Duitse aanvoer behoorlijk in de war stuurde. Als vergelding stagneerden de Duitsers de aanvoer van voedsel voor de bevolking.
De Duitsers roofden op grote schaal. Zelfs ons nationaal vervoermiddel, de fiets, werd door Duitse soldaten niet ongemoeid gelaten. Toch, Nederland rekende erop dat de bevrijding nabij was. Maar de geallieerde opmars verliep te snel om te kunnen doorzetten. De aanvoerlinies werden te lang. Er moest dichter bij het front een grote zeehaven ter beschikking komen. De haven van Antwerpen was onbeschadigd in geallieerde handen gevallen. Maar die haven lag 80 kilometer landinwaarts. De verbinding van Antwerpen met de zee is de Westerschelde, die werd verdedigd door 6 Duitse divisies. Dat maakte Antwerpen onbereikbaar voor de geallieerde schepen. De 3e Canadese divisie moest de spits afbijten door het Leopoldkanaal over te steken om de zuidelijke oever van de Westerschelde van vijanden te zuiveren. I remember one of them, a fellow who called himself Dutch, actually, although he was Canadian from Saskatchewan, telling me about the Leopold Canal, in which they had prolonged fight all one night in one bank of this canal. They had crossed the canal. He and something like 7 or 8 guys only, you know, get across the canal. And the Germans are on the other side. And they would fire the rain guns until they were ruby red, you know. And of course, it's a terrible night, you know. Driver and I had gone to a place where there had been a kind of serious battle the night before. And we were walking along, having left the Jeep, when I heard this screaming sound and a very high whistle. And of course, it's true that if you almost get killed but don't, you feel good after. For instance, I was born in 1920, and I suppose this was the year in which most of the people who were killed in the Second War were born. They were about in their early 20s and so on. And so a great many of the people that I went to school with and I knew in the university and so on were killed. And this too, then you think, to put it, you know, in a somewhat hackneyed way, you don't take life for granted. Op de noordelijke Scheldeoever moest de 4e Canadese divisie oprukken naar Bergen-op-Zoom, terwijl de 2e divisie naar het westen zou afbuigen. There is a danger, of course, to make war very antiseptic, very neat, and you talk about campaigns, you draw arrows on maps, whereas the people who are in it, their sense of it is generally complete chaos at all times, and that's probably closer to the reality of war, as I understand it. And certainly people in infantry companies and platoons and tank troops and so on, they were, you know, they just knew there was this field and the woods over there and a barnyard, and there must be 3 or 4 guys with a machine gun in that barn, and there was another one in this woods, and that was their whole world. I mean, that was their problem, you know. Morning, our tanks came into the
town. And these people were in the cellar, and our tanks were firing armor-piercing stuff right through the house in one wall and out the other, you know. And they were unscathed. In the morning, at sometime after first light, they came up, and one of the children was killed in a burst of machine gun fire, you know. I don't know whether it was ours or German machine gun fire, but I mean, here they'd been in the place all night. In the morning, they're okay. They come up, and one of the children is killed. And, you know, when you stop to think of it, I mean, there would be times when we would be going through farmland, and, of course, there would still be cattle, you know, and people living in the farms in some cases. God knows, you wonder what these people would think of this, you know, tanks coming by and artillery perhaps firing overhead all night and that kind of thing. But I don't remember any instance of hostility. When a unit would move into a Dutch town that had just been liberated, fathers holding little children up in the air, and people with waving flags, and it was all quite emotional, really. Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland waren veroverd en nog maar één vijandelijk bolwerk blokkeerde de toegang tot de Schelde, het eiland Walcheren. Als de zware zeedijk verwoest kon worden, zou het eiland onderlopen. De zee stroomde binnen, de vijand vluchtte. De Zeeuwen aanvaarden het verlies van hun land met voorbeeldige moed. Na 4,5 jaar Duitse bezetting was geen prijs voor de vrijheid hun te hoog. Populair werd het liedje met de woorden: eens groeit op Walcheren weer goudgeel graan. We zullen het herbouwen, steen voor steen. De Duitsers dreven al het vee naar hoger gelegen grond om de komende belegering te kunnen doorstaan. De Zeeuwen moesten maar voor zichzelf zorgen. De beslissende aanval kwam van drie kanten. Een Britse commandoeenheid viel aan uit zee. De Canadezen zorgden voor een spervuur van artillerie. De landing bij Vlissingen verliep vlot, maar de bij Westkapelle gelande troepen stuitten op hevige Duitse tegenstand. Na 32 dagen strijd onder de allermoeilijkste omstandigheden is de slag om de Schelde gewonnen. Ten koste van 6000 doden en gewonden onder de Canadezen. Na afloop van de strijd helpen de soldaten de Nederlandse bevolking bij de terugkeer naar hun boerderijen en dorpen. Voor de uitgeputte Canadezen volgt een korte adempauze. Tijd om het verleden te vergeten en even niet te hoeven denken aan de toekomst.
Nu de haven van Antwerpen ter beschikking staat, is het aanvoerprobleem opgelost. De legers kunnen zich nu hergroeperen en zich klaarmaken voor de bevrijding van het noorden. 5 december, Sinterklaas. Het feest geeft de door de oorlog geplaagde Nederlandse kinderen weer een klein stukje zonnige en onbezorgde jeugd terug. Voor de soldaten is het een herinnering aan een ander leven, aan de andere kant van de oceaan. In het noorden geen feest, de voedselvoorraden raken op. Afgesneden van de Limburgse kolenmijnen verstoken de mensen alles wat ze maar aan brandbaars te pakken kunnen krijgen. In een wanhopige poging om de geallieerde verbindingslijnen af te snijden, geeft Hitler bevel tot een opmars naar Antwerpen. Het Ardennenoffensief. One evening the general came into our mess, the sort of junior officers' mess, and talked in a kind of informal way about the Ardennes offensive and what was happening. I remember he used a very vivid figure of speech. He said the Germans were like a man who was in a tunnel. And the tunnel was starting to collapse, and they were holding it up with their arms, you know. So, in fact, they had penetrated a long way, and they were now being hammered from all sides. Het is het laatste Duitse offensief uit de Tweede Wereldoorlog. De Canadezen hadden zich voorbereid op een aanval op hun front, maar die aanval bleef uit. Versterkt met Canadese troepen uit Italië verenigden ze zich in het voorjaar met de Britten en Amerikanen om de Duitsers terug te dringen tot over de Rijn. Het uitgestrekte gebied dat Hitler in maar 3 jaar tijd veroverd had, was binnen een jaar terugveroverd. Het hooggeroemde duizendjarig nazi-rijk had maar 12 jaar stand gehouden. Nu het einde in zicht kwam, riep Hitler zijn volgelingen op liever te sterven dan zich over te geven. De laatste reserves werden gemobiliseerd. Meegesleept door de waanideeën van de Führer werden Duitse kinderen voor het vaderland de dood ingestuurd. In de steden van West-Nederland is de bevolking aangewezen op de gaarkeuken. De hongerdood wordt een vertrouwd verschijnsel. Eind maart was het eerste Canadese leger klaar met de voorbereiding voor de bevrijding van het noorden. Op 2 april, nadat de Britten en de Polen kort tevoren de Rijn waren overgestoken, begon de grote Canadese opmars naar het noorden. De meeste Duitse soldaten hadden geen fut meer om nog te vechten. Voor verschillende van hen was dit trouwens de vuurdoop.
Duitsers stemden toe in een gevechtspauze, zodat de geallieerde vliegtuigen voedsel konden afwerpen. In 9 dagen dropten 800 vliegtuigen 12.000 ton voedsel. De strijd werd niet meer hervat. Op 4 mei 1945 gaf het Duitse oppercommando zich over. Op 5 mei aanvaardde de Canadese generaal Charles Foulkes in Wageningen de Duitse capitulatie. Het was D-Day plus 333. 333 dagen na de landing in Normandië. Op maandag 7 mei komen de eerste Canadezen Amsterdam binnen. De Duitsers hadden het vuren gestaakt, maar waren nog steeds bewapend. In een machteloze uitbarsting van woede openden om 3 uur in de middag SS'ers het vuur op de menigte vanaf het balkon van hun hoofdkwartier op de Dam. Krijn Taconis fotografeert met zijn niet langer verborgen camera de verschrikkelijke gevolgen van dit gebeuren. 19 mannen, vrouwen en kinderen lagen dood of stervend op straat. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Toen de Canadese hoofdmacht in Amsterdam aankwam, werden de soldaten bedolven onder het enthousiasme van een dankbare bevolking. De van onderdrukking bevrijde Nederlanders en de van oorlogsdruk bevrijde soldaten gaven uitbundig blijk van hun opluchting. De toen ontstane Nederlands-Canadese vriendschap wordt vandaag in Amsterdam opnieuw bevestigd. Morgenavond in het NOS-programma Via Nederland 1. Om 6:50 toeristische tips. Om 7:10 Emilie. En na het journaal van gewest tot gewest. Dan om 7:50 de zendtijd voor politieke partijen. En om 8:00 mei 45. Waarin Koos Postema praat met zeer verschillende Nederlanders over hun bevrijding. Voordat u bevrijd werd, hebt u tegen een collega van mij verteld. Is er in uw huis een kat opgegeten, klopt dat? Oh, nou niet in mijn huis, bij mijn schoonmoeder. Ja, en die u had mee? Daar was ik met mijn 3 dochtertjes naartoe. Toen zegt ze, kijk eens, ik heb een lekkere pan vlees, zullen we het even braden? Op het potkacheltje, want we hadden geen gas natuurlijk. Zou zij braden? Nou, en s'avonds zat er heerlijk te eten, ja. Na de hand hoorde ik dat de lievelingskat van tante Ali was, die van mij. Ja, dat wist ik toen nog niet. Nee, was allemaal een vette bek. Heerlijk. Morgenavond dus om 8:00 mei 45. Na het journaal Den Haag vandaag en om 9:50 panoramiek. Met informatie over de explosieve situatie in de Iraanse olieprovincie Khuzestan. Die vorige week leidde tot de gijzeling in de Iraanse ambassade in Londen. En verder een reportage over Australië. Studio Sport is morgen om 10:30. En dan maken we u nog op attent dat de NOS donderdag
de begrafenis van de zondag overleden president Tito van Joegoslavië rechtstreeks op de televisie zal uitzenden en wel vanaf 1:05 op Nederland 2. 's Avonds om 5:05 op Nederland 1 kunt u dan kijken naar een samenvatting van deze reportage. En wat vanavond betreft over 5 minuten gaan we besluiten met het NOS-journaal.